Aan de bladeren vallen weer van de bomen. Nieuw. Bij Radio Bergijk, de herfst radioreclames. De nieuwe collectie is binnen. Radioreclames. Voor elk wat wils. Mannen en vrouwen. En nu ook kinderen. Radioreclames. Rij gewoon met je auto naar binnen. En laat je aanhanger vol met Radio Bergijk radioreclamesecondes. Koop reclamesecondes van Radio Bergijk. Nu per minuut. Over uren valt ook te praten. In het kader van de door de regering gevorderde cent voor lokale omroepen volgt nu een uitzending van Radio Bergijk. En dan nu. Niets meer of minder dan Radio Bergijk. Vanuit de enige horeca-toplocatie in Bergijk, Grand Café Beeks. Radio Bergijk, het radiostation voor Bergijk. Mag ik jou eens iets vragen? Sinds wanneer leer jij je stem voor reclames? Nou, dat schuift goed. Echt waar? Ja, als ik meer reclames zou maken. Ja, deze was dan om te testen of ik het kon. Ja. En als ik dat dan, als het goed ging, ja. Als blijkt dat er meer radioreclames verkocht worden door mijn stem, dan krijg ik waarschijnlijk meer radioreclames te doen. En dat schuift goed? Dat zeggen ze. Oh, nou, moet ik misschien ook eens over denken. Het was een mooie kans voor me, zei ik. Ja, dat geloof ik. Ja, oh, excuus. Ja, dames en heren, hartelijk welkom natuurlijk bij Radio Bergijk van 25 november 2006. We hebben een thematische uitzending, daar zult u vanzelf achterkomen. Peer is al van alles aan het omdoen. Ja. Want die gaat op reportage. Wacht even. Doe nou rustig. Ja. Oh. Zit er goed? Dit riempje, wacht even. Wat? Doe je vingers hierop. Ja. Kijk. Nee, daar. Au! Ja, nou zit dat denkelijk. Nee, even met een ruk. Ja. Au! Goed. Zo. Nou, ga jij op pad? He, ja. Ga jij op pad? Wegwezen. Ik ga op pad. Peer gaat op pad. Ja, en tot straks. Ja, tot straks. Ik heb er zin in. Ja. Dag. Ja, dag. Wat een trage. Goed. We gaan een gemeentebericht doen, dames en heren. Gemeentebericht. Ja, en dat gemeentebericht heeft alles te maken met wat ik daarnet al noemde. Sorry, ik was mijn draaiboek vergeten. Nou, ik ben er weer vandoor. Ja, dag. Zat je al in het gemeentebericht? Nee, ga maar allemaal weg. Goed, dames en heren. Ja, sorry, hè. Wegwezen. Toon, sorry, hè. Wegwezen. Ik ben weg. Weg. Goed, dag. Dames en heren, even overnieuw. Een gemeentebericht. Ja, dan kan ik die tune natuurlijk niet krijgen. Goed, dan ga ik maar om en door. Ik word hier helemaal gek van. Dames en heren, ja. Daar heb je hem. Ik geloof dat er geen zegen op rust tot nu toe. Ja, wat wou ik zeggen? Een uitzending dus in een thema. En dat thema heeft alles te maken met de gemeente. De gemeente heeft iemand aangesteld, de heer Hoekema. Die moet gaan uitzoeken hoe het ongeveer zit met het gedrag. Volgens ongeschreven regels in de openbare ruimte. En hij is van plan om daar met alle politieke betrokken personen rond de klok te gaan zitten en te kijken of hij daar iets van kan zeggen. Meneer Hoekema, u bent hier. Mag ik even vragen, wat bent u van plan? Ja, ik ben van plan. U praat wel een beetje raar. Ja, dat weet ik ook niet wat het is. Dus, ik heb lachgas Nou ja. In ieder geval, we gaan dus uitzoeken hoe het zit met het gedrag. Volgens ongeschreven regels in de openbare ruimte. Ja, dat heb ik net ook al gezegd. Wat betekent dat? Nou, dat we dat dus gaan onderzoeken hoe het zit met het gedrag. Volgens ongeschreven regels in de openbare ruimte. En dat doen we thematisch, dus per onderwerp. En daarom hebben wij u ook gevraagd of u deze week de sport onder de loep zou willen nemen. Ja, dat hebt u met ons inderdaad gevraagd. En wie zijn wij om onder strenge druk van de gemeente daar geen gehoor aan te geven? En daarom is Peer dus op reportage. En daar hoort u dadelijk meer van. En dat is, ik zeg er wel niks over, u merkt het vanzelf. We gaan een oproepertje plaatsen. Oproepertjes. Oproepertjes. Heeft u iets nodig? Plaatst u een oproepertje. Oproepertjes. Oproepertjes plaatsen voor alle Bergijkenaren die iets nodig hebben. Ja! Theo van Deur!
Huizen hier. Met een oproepertje namens de kunstkring Eersel. Immers, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan van de kunstkring vindt er weer een feestelijke kunstverbranding plaats op het evenemententerrein. Werk van Els Knossen, Anneke van Dijk, Nancy Huisman, Connie Klosterman, Piet Knoop, Marty van der Pol en Johan Wubbels. U kent dat werk misschien? Abstract. Dat gaat de brandstapel op. En in totaal zo'n 6000 werken. Ook wordt er asperrips geserveerd. Feestelijke kunstverbranding op het evenemententerrein. Ik hoogstpersoonlijk zal de hens in de stapel steken. Een nieuwe cursus mini-stack begint over een maand. Radio Bergijk. Het radiostation voor Bergijk. Ja, dames en heren, Peer moet flink aan de slag. Er komen 2 reportages maar liefst. Dus hij moet straks van het een naar het ander rennen. En we gaan nu naar de eerste locatie waar hij zich bevindt in het kader van het thema ongeschreven regels, et cetera. Peer, kun je mij al horen voor de reportage? Peer? Peer, Ted heeft de muziek gezet, dus ik hoop wel dat je er dan bent. Ja, goeiedag dames en heren. Ik moet me natuurlijk even een beetje verstaanbaar kunnen maken hier boven het gejoel en het geschreeuw uit. We zijn hier in het yogastadion Bergijk. Waarbij natuurlijk bij het yoga-toernooi voor het kampioenschap van de Kempen. Het gaat natuurlijk om de beker, die grote wisseltrofee, de yoga-trofee. Met de grote oren. Met de grote oren. De supporters die roepen nu de verschrikkelijkste dingen naar elkaar. Terwijl op het veld, het is nu rust. Ja. Er is even niks te zien. En ik sta hier met de heer Bert van Sloten. Ja. En Bert van Sloten is de voorzitter van de regionale yoga-bond. Ja. En die komt toch een noodklok luiden. Ja, u hoort het nu zelf, het zijn van die... Nou zijn het hier alleen nog maar spreekkoren. Waarin yoga's van de tegenstanders voor de gruwelijkste dingen worden uitgemaakt. En dan is het dus, ten eerste is het voor de yoga-ploegen heel lastig yoga. Het leidt af. En wat natuurlijk qua paal en perk aangesteld moet worden. En waar wij ook als yogabond ons van distancieren. Dat zijn de yoga-hooligans. En dat heeft niks met yoga te maken. Die na afloop van wedstrijden afspreken in weilanden. En dan in doodse stilte tegenover elkaar. Keihard zitten te yoga. Er wordt extra politie ingezet. Dat is niet in de hand te houden. Ja, maar is het niet inherent aan de yogasport zelf, waarin de spelers ook vaak gewoon in een soort oorverdovende stilte tegenover elkaar in lotushouding zitten? Roept dat niet enorm? Kijk, dat is de sport. De sport, en daar zijn de regels bij, daar zijn de scheidsrechters bij, dat zijn er nu 6. Oh, wacht even, 8 uur komen de spelers weer het veld op. Ja. Die hoort het aan het publiek. Het gaat nu helemaal uit zijn dak. Ja. Zeker daar aan de kop van de tribune, daar zit de harde kern. Dat is verschrikkelijk. Ja, u ziet dat de ploegen gaan zitten in lotushouding, doodstil. Ja, u hoort de fluit en daar gaan ze beginnen. En op zich is het natuurlijk, ik zou bijna zeggen, het is een spel. Tuurlijk, het is een spel, dat moet het ook blijven. Maar nu zet het een paar van die types die zich yoga-fans noemen. Die zetten de grote groep eigenlijk in het vals daklicht. Iedere zondag is het weer ME hier, ME daar. Ja, en daardoor kost het standhouden van de yoga-wedstrijden de samenleving bakken met geld. En u ziet het daar. Dan beginnen ze aan de kop van de tribune. Gaan ze allemaal zitten yoga ook. Er zit aan vak E. Altijd aan het eerste. Als eerste zitten die. Ja, overal doorheen de yoga. Dat is een ijselijke stilte. En ik wil zo graag dat. Ja, waardoor je eigenlijk niet meer met je kleine kinderen gewoon naar een potje yoga kan. Nee, vroeger ging je met je grootvader naar de yoga. En dan was op de tribune met sigaren stonden ze dan.
En in de rust een warme worst. In de rust een warme worst of een beker chocolademelk. En dan zat je gewoon te genieten van yoga zoals yoga bedoeld is. Van het spel yoga. Van het spel yoga. Maar toen stonden er nog geen hoge hekken om het veld. Met en zo'n gracht rond het yoga gebeuren. En je ziet hier allemaal agenten met ploffende herdershonden op die meute in bedwang te houden. En het komt de yoga sport niet ten goede. Nee, maar u zegt, het heeft dus eigenlijk niks met yoga te maken. Nee. Het is een maatschappelijk probleem. Het is een maatschappelijk probleem. Want als je het yoga stopt, dan zitten ze volgende week bij. Nou, noem maar wat, toepen. Dan zitten ze iets verderop in het toepstadion. En dan gaan ze, dat loopt ook uit de klauwen. Dus het zijn gewoon weer een paar rotte appelen die het voor de rest van de mand verpesten. Ja, zo moet... Nou, je ziet het rook, bommen worden afgestoken. Ja, er wordt van alles op het veld gegooid. Ja. Er worden enorme yoga handboeken. Wij moeten ons even terugtrekken naar hier naar onder de overkapping, want er wordt nu ook naar ons van alles gegooid. Ja, yoga handboeken vliegen om je oren. Yoga, cursus CD's. Ja, en zitkussentjes. Wacht even, ja. Ik hoop dat ik me nog verstaanbaar kan maken. Daar gaat de ME een charge uitvoeren. Ja. Op de kop van de tribune, dat is vak C, wat nu geruimd wordt. Dan worden de yoga-fans, die worden als varkens met elektrostokken voor weer mee uitgedreven. Dat is toch verschrikkelijk om maar die... zo kan yoga natuurlijk niet langer als sport beoefend worden. Met publiek erbij dat betaalt. Dit is, nee, dat is... Dit is een maatschappelijke misstand. Je moet natuurlijk... Nou ziet u de ME echt heel vak 1 leeg knuppelen. De yoga's zelf zijn het veld afgegaan, want zo valt er niet meer te yoga hier. En het is gewoon, nou ja, ik kan me erover opwinden, want het is de finale van de bekerwedstrijden yoga van de regio. En zo wordt dat verknald. Ja, en dus gaat die waarschijnlijk niet uitgereikt worden. De yoga trofee met de grote oren blijft in de kast. Het is jammer dat... Het is een verloren yoga seizoen. Ja, wat een volksfeest had kunnen worden, is een drama geworden. Oké, we gaan terug naar de studio, naar Toon Sporberg. Ja, dames en heren, ik vind dit... Ja, dit is echt schokkend om te horen. Ik was vroeger... gewoon yoga-fan, maar... op deze manier is de lol eraf. En begin ik toch te vrezen dat de sport yoga... naar een zwarte lijst wordt afgevoerd. En we dat prachtige gebeuren niet meer zullen kunnen meemaken. Ik vind het verschrikkelijk, echt waar. Ted, zet maar even... yoga-muziek op. Of nee, doe maar niet, dat hitst de boel alleen maar verder op. Handen uit de mouwen. Alle hens aan dek. Personeelshoek. Komt u mannetjes tekort? Vacatures. Bij gelijke geschiktheid. PWS-rubriek. Personeel. Zoekt u personeel? Vacatures. Schakel de personeelsbank in van Radio Bergijk. Wij hebben jou nodig. Plaats een vacature. Personeel gezocht. Nu. Apex is een groep zelfstandige bedrijven die high-tech producten levert aan de grafische industrie in en om Bergijk. Door het innoverende karakter, als mede de diversiteit en locatie van onze bedrijven, zijn we in staat om interregionaal onze klanten efficiënt te bedienen. Voor de groei die Apex doormaakt, zoeken wij voor het hoofdkantoor in Bergijk een fulltime technisch inkoper. Uw profiel, ex-TBS'er.
ervaring in de metaalsector niet nodig. Ben jij die enthousiaste ex-TBS'er die ons team komt versterken? Solliciteer. Ex-TBS'er. Ja, dames en heren, we gaan door nu naar de tweede reportage van Peer Perefs. Als het goed is, zich gehaast naar een ander sportevenement. Om daar ook eens te kijken wat er zoal gebeurt. Ik ben nog steeds... Ik ben eigenlijk kwaad, maar het heeft geen zin om daar te kwaad over te worden. We gaan kijken of Peer bij het andere evenement aanwezig is gekomen inmiddels. Goeiedag mensen, dit is Peer van Eerstland in het kader van Sportnieuws. We zijn hier bij de jaarlijkse wedstrijden kooivechten. Er hangt een gewijde sfeer. Het publiek zit in eigenlijk gespannen en mystieke aandacht te kijken naar twee op elkaar inbeukende mannen. We zien... Ad van Gender in de rode broek. Zet nu zijn hak in... Kunt u iets zachter praten? Dat stoort. Ja, neemt u mij niet kwalijk. Het publiek vindt het lastig dat ik commentaar geef. Dit is voor Radio Bergijk. Zoals ik al zei, Ad van Gender heeft nu zijn hak gezet in het aangezicht van Leo Slotboom. Leo Slotboom in de blauwe broek. Grijpt nu met zijn vingers in de oogkassen van... tegenstander. Er gaat een hele kleine zucht door het publiek. Een soort geritsel en een soort ademhaling. Ja, neemt u mij niet kwalijk, dit is Radio Bergijk. We zitten hier met... Nog even je kop, man. 1250 mensen in het kooigevechtstadion. En de mensen zijn in opperste concentratie... om twee kooivechters elkaar te zien slopen. Ja, wacht even. Dit is een mooie, dit is een interessante ontwikkeling. Leo Slotboom heeft nou één oor afgescheurd van zijn tegenstander. En eet het, ten overstaan van het publiek, eet hij het oor op. Dit is een interessante ontwikkeling binnen de sport... Ja, en de scheidsrechter geeft nu de man een zacht tikje op de schouder... ten teken van rust. Het is even rust. En in de rust ga ik hier even praten met Willem van Heden. En Willem van Heden is voorzitter van de regiobond kooivechten. Dat klopt, ja. En voorzitter van de regio kooivechten. Ja. Ja, u komt eigenlijk een noodklok luiden. Ja. Een noodklok, ja. Dat, Want het wordt te rumoerig bij kooivechten. Ja. Er zijn steeds meer zich kooivecht noemende... Supporters noemende figuren die... die zuchten, die... kuchjes doen, die... soms dwars door het kooivechten heen. Zitten te borduren. Zitten te borduren. Kruiswoordpuzzels zitten op te lossen. Zegels ruilen. Er worden hele postzegelverzamelingen meegenomen. Precies. Er zitten ongelooflijk veel... van hand tot hand. Veel filatelisten tussen. Hardcore filatelisten. Wat zegt u? Hardcore filatelisten die op die manier... kooivechten in een kwaad daglicht zetten door hoog in de tribunes met albums met postzegels keihard zitten te ruilen. Maar vooral het borduren. Het borduren is verschrikkelijk. Het is echt verschrikkelijk hoe mensen. Ze borduren dingen over een van de twee partijen. Rond
altijd beledigende borduursels worden er gemaakt. Maar u zegt... dat borduren en het postzegels ruilen, dat is eigenlijk een maatschappelijk probleem. Dat heeft op zich niks met het kooivechten te maken. Het freestyle, kooivechten, niks te maken. Dat is een randverschijnsel. Dat zijn lieden die aan de zelfkant van de samenleving zitten en dan hier. Dus die mensen komen eigenlijk niet voor het kooivechten? Nee, die komen hier die komen gewoon om moedwillig te borduren. Of postzegels te ruilen. Of kwaadwillend postzegels te ruilen. En daarmee het kooivechten dus proberen, ja, kapot te maken eigenlijk. En u ziet daar, rechtsboven, in vak H. U kunt het zien, daar zitten ze allemaal te borduren. Dat is echt... En, nou ja, u ziet nu de ME heel voorzichtig. Maar dat was 20 jaar geleden toch niet aan de hand? Nee. Dan kwam je toch met je gezin naar het kooivechten? Je gezin naar het kooivechten en dan... Met een warme worst? Met een warme worst en een sigaar. En dan hield je je stil. Je dacht er niet aan om potzegels mee te nemen. Laat staan borduren. Ja. Maar is hier nog iets aan te doen vanuit de spuigzaal? Daar dus een ontzettend hard hoofd in. Op deze manier gaat het kooi vechten. Ja, kapot. Kijk, je ziet net, de sport zelf is nog steeds mooi. Als je net dat oor afgescheurd ziet worden en ter plekke genut. Dan is dat van een schoonheid. En dan is het gewoon van minachting getuigend om daar doorheen te gaan zitten doorheen te borduren. Nou goed, wij gaan zo verder genieten van de wedstrijd. Ik geef terug naar Toon Sporenberg en ik zou zeggen heel veel succes met de strijd. Ja, tegen deze uitwas. Tegen de uitwas die het kooivechten misschien in de toekomst onmogelijk maakt. Dank u wel. Ja, dames en heren, dit zijn... Waarom doen mensen zoiets? Waarom gaan mensen dwars door iets heen borduren of postzegel zitten ruilen? Dames en heren, het is voor mij... Ik ging vroeger graag met opa naar het free fighten, kooivechten... En dan genoten we gewoon van de schoonheid van de sport. En nu, ik zou toch echt een oproep willen doen tegen die types. Zoek je plezier of je zoek het ergens anders. Ga ergens anders borduren. Nou ja, tijdje, freestyle kooivecht. Nee, doe maar niet. Dat jas de boel alleen maar op. Doe maar iets anders. Maar geen borduurmuziek. Radiostation voor Bergijk. Tijdje, ik moet je nog even corrigeren. Je hebt nou per ongeluk typische korfbalmuziek net gedraaid. Dus de tune van de herkenningstoer van onze plaatselijke korfbalvereniging. Los daarvan is het, moet ik zeggen, een verontrustende uitzending geworden. Ik had echt niet verwacht dat de zaak al zo ver waren ontspoord. En het is een signaal natuurlijk zo, om daar... Hé, hey, daar is Peer terug. Zo, ja, kort. Peer, jij hebt... Dat is werken, zeg. Ja, jij hebt dingen gezien en gehoord die er niet om liegen. Ach, het is echt verschrikkelijk.
Wat is jouw indruk? Ogen maken ze de poëzie van het kooivechten maken ze gewoon kapot. Wat, ik kan wel janken. Ja, maar wat is volgens jou de manier om hier paal en perk en een hek en een staketsel omheen te zetten? Ik weet het niet. Er moet een denkomslag in de mensen, denk ik. Een soort attitudeverandering, een soort mentaliteits... Ja, maar dat eis je bijna genetische manipulatie. Ja, dus dat kan ook weer niet. Oké, het zit er weer op.